Jean-Paul, de floor is yours. Ja, dank u wel. Hey, goedemiddag, mijn naam is Jean-Paul Sablerolle. Ik ben director business bij Qubix, verantwoordelijk voor onderdeel cybersecurity. En ik ga het met jullie hebben vandaag over open source en met name privacy. En wat we daaraan kunnen doen en wat we daaraan zouden moeten doen. Eerst even ingaan op open source. De sprekers hiervoor hadden al even aangehaald wat de belangrijkste voordelen van open source is. Voor ons is dat met name voor ons en onze relaties, dat we ons kunnen concentreren op wat er precies gebeurt. Op het moment dat je software in een box koopt en je moet forensisch aan de slag, dan heb je het probleem dat je niet echt een drill down kan maken tot waarvan wij het idee hebben dat dat nodig is. En op het moment dat je echt in een juridische situatie terechtkomt, dan zal je ook moeten laten zien dat de broncode, de database sets, de algoritmes die je daarop loslaat, die moet je kunnen onderbouwen, die moet je kunnen aantonen. Nou, we hebben een aantal tools voor ontwikkeld, dat is volledig open source. Dus in die gemeenschap kunnen we die ook met onze relaties delen. IOD, dat is een beetje de werknaam van de onzichtbare werkplek. En IOT, ik zal jullie besparen, maar we hebben de werknaam gekozen omdat IOT Klingons is voor Cubes, voor de Star Trek nerds onder ons. Wij vinden dat hilarisch. Onze afdeling marketing is er iets minder over gecharmeerd. Dus als dit nu opgenomen wordt en die zien dit terug en die zien dat ik het over IOT heb, dan zit ik waarschijnlijk even op het strafbankje. Onzichtbare werkplek. Wat hebben wij eigenlijk naar aanleiding van de recente uitspraken van onder andere de AIVD? Is dat zeg maar met de opkomst van artificial intelligence, is eigenlijk alles wat nu encrypted is binnen nu en 10 jaar is niet meer encrypted. Dat gaat binnen een redelijke termijn ontsloten kunnen worden. Dus dat betekent dat alles wat we nu doen moet of op een dusdanige manier gebouwd zijn dat het straks nog steeds geen kwaad kan, of we moeten zorgen dat het helemaal onzichtbaar wordt. Op het moment dat wij de onzichtbare werkplek zijn gaan ontwikkelen, speelden er eigenlijk een aantal zaken. Eén, de politie had besloten dat er geen gebruik gemaakt meer mocht worden van wifi, waar dan ook, dus thuis niet, maar ook niet op kantoren. Het was 3, 4G of bedraad. We hebben helaas allemaal al meegekregen dat er een aantal advocaten vermoord zijn. En we hebben een vrij kritische situatie met journalisten die in het buitenland, als zij de waarheid spreken of in ieder geval verslag doen van wat er gebeurt, dat die mensen daar risico liepen. Qubix is een beetje een atypisch bedrijf. We ons niet in tender en allerlei bid-trajecten tegenkomen. Het is meer een specialistisch clubje wat vooral bezig is met het zoeken van betaalbare, realiseerbare oplossingen voor het MKB. Dus we zijn met de IOD, sorry Renate als je kijkt, we zijn met de IOD begonnen om een onzichtbare werkplek te maken. Met het idee, wij willen een werkplek, niet dat wij daarmee Microsoft willen verdringen, die ambitie hebben we niet en die illusie hebben we overigens ook niet. Dat we een werkplek kunnen bieden aan mensen in specifieke situaties die zich niet kunnen veroorloven dat als een werkplek compromised is of gevonden wordt, dat zo'n werkplek op dat moment zo'n persoon schade zou kunnen aandoen. Dus om even door te gaan, je ziet hem nog, dit is geen Windows werkplek, dit is de IOD. ze gaan me echt vermoorden op de zaak. Maar waarbij wij dus aan externe pentesters, toen we daar eenmaal klaar mee waren, eigenlijk hebben gezegd, hier heb je het wachtwoord, zodat je kan inloggen, je hoeft niks te slopen, zoek uit of er enige trace te vinden is van het werk wat er op die machine gedaan is. Een probleemstelling is dat met de grote techbedrijven als Microsoft en Google er ontzettend veel informatie van een werkplek
naar de States. Als je naar IP trace op mijnoverheid.nl doet, je kijkt dan hoeveel data er naar Google gaat. Daar schrik je echt van. Wij hebben daar overigens ook op basis van open source, hebben we daar Cfence tool voor ontwikkeld. Wat eigenlijk open source is, waarbij we allemaal open source applicaties aan elkaar hebben gekoppeld. En daarmee konden we eigenlijk gewoon precies zien wat een applicatie, wat iets doet in een netwerk. Maar ook wat er het internet op gaat. Dus de doelstelling is dat we een werkplek bieden. Niet als vervanging van een Microsoft of een Apple omgeving, maar een werkplek bieden die zo goed als onzichtbaar is. Waarmee we de mensen die er van gebruik van moeten maken, toch een stuk voordeel en een stukje veiligheid kunnen geven. De oplossingsrichting spreekt voor zich. Op het moment dat je een machine of een venster afsluit, mogen er geen sporen meer van terug te vinden zijn. Wat we gedaan hebben is dat we dus gekeken hebben naar middels een longlist en een shortlist naar verschillende besturingssystemen, het CubeOS, Windows 10 en Ubuntu, waarbij we vooral gekeken hebben enerzijds de gebruiksvriendelijkheid, dus hoe dicht kunnen wij bij een Windows-achtig systeem komen, zodat het gebruikersgemak maximaal is, maar anderzijds hoe kunnen we ervoor zorgen dat die gebruiker daar dus wel van Windows applicaties gebruik kan maken zonder dat daar al die tempfiles op achterblijven. Dus aan privacy kunnen we geen prijskaartje hangen. Als er iets is wat mij of in ieder geval ons zorgen baart, is eigenlijk de hoeveelheid informatie die er op dit moment de cloud in gaat van grote techbedrijven. Van ons naar grote techbedrijven gaat. Onze Chinese vrienden kopiëren zich echt helemaal suf wat betreft encrypted en unencrypted data. Ook de encrypted data slaan ze in Guangzhou met enig plezier op. Want ze gaan ervan uit dat ook die encrypted data vroeg of laat een keer te decoden is. Dus aan privacy kunnen we geen prijskaartje hangen. Daar zit ook wel de intrinsieke motivatie voor mensen om te kijken. Wat kunnen wij, dus op het moment dat je iemand hebt die al zijn hele leven, zoals ik, op een Microsoft werkplek zit, dan geef je iemand anders een andere werkplek en is het allemaal net anders en is het net even wennen. Dan merk je wel dat bij de gemiddelde gebruiker het nog wel even een stapje te ver is om dan op zo'n nieuwe OS over te stappen. Het grote voordeel van open source, zeker van CubeOS, wat we daarvoor hebben gebruikt, is dat het met name te verbeteren is. Dat is een fantastisch concept en we kunnen het verbeteren. Dat kunnen we eigenlijk straffeloos doen. Dat vinden wij ook leuk wat betreft het hele open source concept. Wij geven daarmee ook het nodige aan informatie terug aan de community, aan de security community. Je merkt dus op het moment dat we hebben een journaliste gehad die naar een op dit moment regelmatig nieuws verkerend land gaat. Op het moment dat je iemand moet uitleggen van luister, als je zorgt dat je leert te werken op deze machine, dat is in je eigen belang, dan is er de intrinsieke motivatie ook net even wat anders dan wanneer je moet uitleggen dat alleen het gebruiksgemak verandert en dat je er op een andere manier mee moet werken. Dus terug, wij hebben 2,5 jaar geleden de opdracht gekregen om in 8 weken in het COVID hoogvolume lab in Rijswijk een Zero Trust netwerk te bouwen. Dat is niet gelukt, dat hebben we in 6 weken gedaan. En dat is eigenlijk de basis, het Zero Trust concept is eigenlijk de basis voor hoe wij zeg maar, deze werkplek hebben gebouwd. Security by isolation. Er gebeurt niets in die machine wat wij niet vooraf willen of wat wij vooraf bedacht hebben. En dan maken we allemaal zoveel mogelijk compartimenten. We virtualiseren ons een slag in de rond, om het zo maar te zeggen. En wat betreft compatibiliteit, als het op Fedora kan draaien, kan het eigenlijk overal draaien. Dus verschillende OS'en zijn ook mogelijk. Het grote voordeel is, we kunnen met deze configuratie, en nogmaals, dit is niet de standaard CubeOS configuratie, maar we kunnen met verschillende configuraties ook simuleren of in ieder geval voordoen alsof het een totaal ander
OS is dan er feitelijk onder zit. Dus we kijken vooral naar één, de hardware. We halen alle rommel eraf die erop zit. En iemand bekend met blootware, dan heb ik het niet over ontklede dames of heren. Blootware is eigenlijk de troep die onze vrienden van de NSA en Dell en al dat soort fabrikanten aan ellende op die spullen zetten. Die overigens graag koopt en in ieder geval zeg maar, de datatransitie in het kader van de Cloud Act ondersteunt. Het halen we er allemaal af. En als het echt moet, als het echt spannend wordt, zijn er ook nog een aantal chips die in die machine zitten. Die trekken we er ook uit. En wat we eigenlijk dan gaan doen is security by isolation. Dus rechts in het rood, dat vertrouwen we allemaal niet. Grijs vertrouwen we een beetje. User applications kunnen we op zich wel vertrouwen, maar het probleem zit tussen gebruiker of tussen stoel en toetsenbord. Dus daar moet je ook op een bepaalde manier mee omgaan. We hebben een zero-trust-netwerk uitgerold. Maximale security geïmplementeerd. Maar er is toch iemand die het een goed idee leek om in een COVID-lab, om daar toch op, hoe zeg ik dat netjes, natuursites te gaan zitten. Is dat netjes verwoord? Ja? Om op natuursites te gaan zitten, dan vraag je wel echt om ellende. Dus op het moment dat je die awareness niet op orde hebt, dan zijn we aan de beurt. Dus vandaar dat wij user applications toch op een manier inrichten dat de gebruiker daar minimaal schade mee kunnen doen. Willen we een gebruiker echt doordringen van het juiste gebruik, dan is die intrinsieke motivatie wel een beetje noodzakelijk. Dus we gaan allemaal compartimenten maken. Die werken allemaal op verschillende cubes. Die cubes praten alleen met elkaar op het moment dat we dat van tevoren bedacht hebben. En die cubes kan je weggooien. Dus we hebben dit systeem hebben wij inclusief wachtwoord aan een externe pentester gegeven. En gezegd, vertel ons welke gebruikers, welke informatie je hier nog vanaf kan halen. Maar ook alle helpers, alle USB's, netwerken USB's, staan allemaal open. Grote voordeel is, het wordt weinig gebruikt, dus minder kans op toegespitste virussen en aanvallen. Maar we hebben ook gewoon een aantal aanvallen op deze machine losgelaten. Machine geïnfecteerd. En kijk, als je hem opruimt, ben je dan de ellende kwijt, wat feitelijk het geval is. Dus er is geen onderlinge communicatie tussen cubes mogelijk, tenzij de interne firewall daarvoor geconfigureerd is. Excuus. Ja. Een cube, doe je daar gewoon een VM mee? Een speciale VM? Ja, het is een soort VM. Ja. Dus het is, we bouwen eigenlijk moet je de, dat zie je ook als je naar de specs van de machine kijkt, heeft de machine zeg maar, qua processor en eigenlijk alle apparatuur die er aan boord zit, die heeft het erg zwaar, omdat we eigenlijk noem het een server, waar we gewoon een aantal clients onder draaien. En je gebruikt ook speciale hardware voor? Als de klant dat nodig had, dan hebben we totaal geanonimiseerde hardware. Even kijken, dus iedere keer dat de machine opnieuw opstart, wordt de interne firewall opnieuw gereset. Dus op het moment dat iets gecompromitteerd is, wordt dat eigenlijk allemaal meteen geflushed. Je kan het voor me aannemen, maar dit hebben we getest dat een gecompromitteerde cube niet in staat is om de rest van het systeem te infecteren. Daar kijken we overigens dan ook met CVNS naar. Dat is gebaseerd op Security Onion, Wazoo, Elastic en Sysmon. Nog een reeks van applicaties. Kijken we ook naar deze specifieke machine, naar die machine die in gebruik is in het veld. Om te kijken of er geen dingen zeg maar, in de periferie van die werkplek gebeuren die de aandacht vragen. Dus waarom hebben we voor cubes gekozen? Nou, we kunnen aantonen dat het veilig is, privé, dus je kan in principe alles van elkaar scheiden. Maar het is ook anoniem. En dat is belangrijk,
om te zorgen dat informatie en data niet herleidbaar is naar een bepaald persoon. Het leuke van Tablace, ik denk dat je dat zo eventjes, dat kan ik nou even niet zien, ik heb al even een screenshot daarvan. Het leuke met templates is dat je daar dus eigenlijk een sleeve, een template overheen kan plakken. Die jou de indruk geeft dat het een Windows versie is. Maar je hebt dus ook helper cubes, netcubes en USB cubes. Maken eigenlijk allemaal aparte containers. Dus USB is inherent niet aan te raden. Maar het zorgt er wel voor dat op het moment dat mensen USB per se willen gebruiken, of iemand gebruikt het, komt het in een aparte cube. En daar doet het in principe niet veel meer dan strikt noodzakelijk is. Nou, dus het shortlist onderzoek. We hebben use cases. Die hebben we onderzocht. We hebben daar een Miro board bij gemaakt. Dus wij gaan deze slide deck met jullie delen, geloof ik. Die komt voor iedereen beschikbaar. En dan kunnen jullie het Miro board wat we daarvoor gemaakt hebben in detail bekijken. Tenzij jullie, tenminste, ik weet niet wie dat kan lezen. Ik niet. Ik ben ondertussen iets ouder, maar ik wil er ook niet in detail mee doorgaan. Maar het geeft in ieder geval aan waar we naar gekeken hebben in termen van toegankelijkheid, gebruiksgemak, veiligheid en functionaliteit. Nou, dan ten aanzien van de requirements, de N-norm 301549, dus de Europese richtlijnen. Daar zijn we eigenlijk, hebben we daar geen spannende dingen in gevonden. Iemand die kleurenblind is en minder gebruik kan maken van het besturingssysteem, die gaat tot tegen wat dingen aanlopen. Daarin is Microsoft gewoon wat verder en soms is de toegankelijkheid wel wispelturig in de zin dat vergrootglas is wel mogelijk, maar de screenreader is eigenlijk niet mogelijk omdat je in verschillende verschillende cubes, VM's, eigenlijk die vergroting toepast en dan werkt het niet op je hele scherm. Vervelend, op het moment dat je er echt van afhankelijk bent. Dus dat is wat ik probeer aan te geven. Het is niet iets wat je in massa of en masse uitgerold gaat zien worden, maar waar mensen echt security technisch redenen hebben om hier naar te kijken. Nou, dit was even een gebbetje van onze stagiaires. We hebben dit ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Arnhem-Nijmegen en de Haagse Hogeschool. En voor de Microsoft adepts, dit is niet Microsoft. De heren vonden het bijzonder vermakelijk om en het traslandschap en de Microsoft command prompt erbij te halen. Je kom vooral een keer naar Tilburg, dan begrijp je wat voor sfeer dit soort dingen daar ontwikkeld worden. Dat is uiterst vermakelijk. Het verschil was eigenlijk niet al te groot. Het menu, bureaublad, taskbar is allemaal vergelijkbaar. Daar kan je van alles van maken. Het is allemaal middels een skin. Het vraagt wel zeg maar enige expertise om zo'n systeem te bouwen en de gebruiker daarvoor op te leiden. Je moet daar wel tijd voor nemen dat mensen het op de juiste manier gaan gebruiken. Want verkeerd gebruik, want daarmee, dat is ook, kijken waar ik het heb staan. Nee, het is niet foolproof. Als je het wil verstieren, als je er een puinhoop van wil maken, dan is dat mogelijk. En je moet even rekening houden dat de gewone icoontjes die we gewend zijn, die krijgen nu allemaal andere icoontjes. Op het moment dat je iets van een font van Google gebruikt of iets van Microsoft gebruikt, als iets gratis is, dan ben jij het product. Op het moment dat je spullen van die organisaties gebruikt, betekent dat meteen dat er een stroom aan data die kant op gaat. Voor ik het vergeet, dit hebben we dus ook getest met notoire datacollectoren, zoals TikTok en Facebook. En ik twijfel even wie op dit moment de meeste misbruik van onze data maakt. Maar ook de Facebook en de TikTok start je op in de cubes. Je ziet wel dat op het moment dat wij er dus met C-Fans gaan kijken wat dat in die cube doet en wat het op het netwerk probeert,
Je ziet dat CubesOS dat tegenhoudt. Komt gewoon niet verder, dus hij ziet verder niks. TikTok daarentegen is echt op zoek naar andere wifi, access points, andere netwerken, verbindingen. Daar waar de Nederlandse overheid of de Nederlandse politiek het idee heeft dat TikTok nog wel eens niet zo netjes is met onze data, zet er C-fans op en ik denk dat je er stil van wordt. Tenminste, ik maak me in die zin wel zorgen omdat we TikTok geven ook aan onze kinderen. En die zetten er van alles op. En het is echt niet oké wat daar aan data over de lijn gaat. Met Cubes en met oplossingen als C-fans kunnen we ook gewoon zien wat er op dat moment over de lijn gaat. In zijn algemeenheid, het werkt naar verwachting. Het enige maar is eigenlijk, het is dus niet foolproof en het opstarten kost wat tijd. Het is gewoon echt het maximaal uitnutten van de machine. Daar kan hij op zich wel tegen, maar als het eenmaal draait, is het eenmaal opgestart is. Het ziet eruit als Windows, het voelt als Windows. Je kan een teamsessie opstarten, maar de seconde dat je op kruisje klikt of de seconde dat je de machine uitzet, ruimt hij alles op. Die compartimentalisatie, ik ben blij dat ik gisteravond niet gedronken zorgt dus ervoor dat een Bisfetti Cube geen gevolg heeft voor anderen. Waarom is dat belangrijk? We hebben recent een pentest out of the box, hè, die kan je bij Microsoft bestellen. Wij maken die phishing test schrijven we zelf. Dus de files die kennen ze niet, die IP-adressen zijn onbekend. De teksten die erin staan zijn onbekend. Klik erop. En wat je dan eigenlijk ziet is dat die direct in een container, aparte container terechtkomt en daarna wordt die gedumpt. Het zijn disposable cubes. Je kan die gebruiken bij het openen van links of bijlagen die niet helemaal vertrouwd. Cubes logt geen gebruikersgegevens. En we kunnen het vermommen als een ander besturingssysteem. En daar maken we, de customizability is daardoor mogelijk. Daardoor zeggen we niet dat het onmogelijk is, hè, want wat vandaag onmogelijk is, is morgen weer mogelijk. Maar maakt het in ieder geval spannend. Dan Zero-tier, ook open source. Zorgt eigenlijk voor een SSL basis van een reverse proxy. Een hidden tunnel naar het internet, VPN. En er zijn vijf stukken broncode van met een stuk of 15 fabrikanten uit mijn hoofd. Maar VPN is in principe al gecompromitteerd. Zero tier daarentegen, open source. En is een zeer aantrekkelijk alternatief. Is in ieder geval aan te raden. Dat zero trust principe, dus IEC 62443, hebben we eigenlijk tot de core van de gebruikerswerkplek teruggebracht. Dus waar hebben we die omgeving op gebouwd? Dus eigenlijk alleen gesprekken met onder andere politie, mensen in de advocatuur en journalisten. En we hebben eigenlijk dus alle applicaties die erop draaien, die hebben we getest. Dus we hebben Microsoft Office tegen LibreOffice gezet, Teams, waar eigenlijk al die applicaties hebben tegen elkaar aangehouden. Ik moet wel zeggen, dat is echt een minpuntje van deze oplossing, is dat de microfoonkwaliteit slecht is. Maar ik ga ervan uit dat we dat uiteindelijk ook nog wel gaan oplossen. Voorkeur is om dit met een mobiele hotspot te verbinden. We hebben gelijk Facebook, WhatsApp en andere onveilige applicaties. En ja, Facebook is een onveilige applicatie, WhatsApp overigens ook. Die hebben we tegelijk gebruikt en gekeken wat het op die omgeving doet. Het mooie van open source is, we kunnen gewoon in de code kijken. We kunnen gewoon tot op hexadecimaal niveau kijken wat het systeem aan het doen is. Wat willen we wel, wat willen we niet over de lijn hebben. En het simuleert een winnaarsomgeving. Dus met LibreOffice, om een voorbeeld te maken, maar we hebben daar dus een complete uitwerking van. Wordt een TLS-verbinding gemaakt die eigenlijk één keer in de week
of één keer per week een verbinding maakt met de update server. En het grote voordeel daarvan is dat je daar dus bijvoorbeeld op je firewall kan zeggen van nou, als wij weten dat die vrijdagmiddag 3 uur naar Windows Update, naar LibreOffice gaat, dan zet je hem even in dat moment open en voor de rest zet je die verbinding zet je dicht. Alle operaties via icoontjes op de desktop. We hebben gewone kantoorfunctionaliteiten en Windows-omgeving. In vergelijking met Windows 10. Het is veilig door die compartimentalisatie. Disposable cubes. Het is anoniem. 1 machine voor verschillende soorten gebruik langs elkaar. Het is open source en customizable. Je weet wat er op die machine gebeurt. Mochten er dingen op die machine gebeuren die, die aandacht vragen, is het ook weer volledig traceerbaar. Dus in termen van evidence, op het moment dat zo'n machine gecompromitteerd is, kunnen we zien wat er is gebeurd. Let wel, sluit hem af, klik op het kruisje en all is gone. Het is weg, die machine wordt leeggemaakt. Privacy policy waar we naar gekeken hebben, is dat... er wordt gewoon geen data van zo'n werkplek het internet opgeslingerd. Nou, ten opzichte van Windows 10 heeft het ook een aantal nadelen. Het vraagt enige training. Er moet een intrinsieke motivatie zijn om mensen op zo'n omgeving aan de slag te zetten. Dat betekent dat mensen moeten getraind worden in het juiste gebruik. Het is niet foolproof, wees daarvan doordrongen. Dus wat wij vooral doen, is kijken naar mensen, waarom wil je het gebruiken? Waarom zou je dit überhaupt willen? En je moet vooral kijken naar welke informatie willen we nou eigenlijk wel of niet over dat internet geslingerd hebben. Een relatie doet met een 3D-printer kunstmatige bloedvaten en hartkleppen printen. Daar zit zo'n beetje half China. Is op zoek naar die receptuur, zeker op het moment dat die mensen uit de trials komen. Wil je dan gebruik maken van Google Suite? Of ga je toch iets kritischer om met waar je je data hebt staan? Termen van, die screenreaders die hebben dus moeite met die verschillende cubes, met die verschillende virtual machines. En het is vrij resource intensief. Je hebt er echt wel een i5 of een i7. Met behoorlijke processorcapaciteit en geheugen nodig. Je moet actief gebruik maken van bepaalde functionaliteiten. Dus het is een werkwijze die je erin slijt. Het is veilig, het is iets minder toegankelijk, maar dat is een kwestie van oefenen. Als je een gebruiker die zijn hele leven op iPhone heeft gezeten en die zet je om naar Android, dan is dat in het begin ook even wat... gemopper en gedoe. Mensen er eenmaal aan gewend zijn, dan gaat het allemaal een stukje sneller. Alternatieve functionaliteiten en customizable. Had jij je vraag of had ik dat verkeerd? Ja, ik had wel een vraag. Als je dan de browsersessie gebruikt, kun je wel bookmarks maken als die schoongeveegd wordt? Je kan ze maken, maar ze worden opgeruimd. Dus als je een bookmark gebruikt in een cube, dan, dan ruimt hij die op. Dus de fingerprinting vanuit de websites op jouw browser, die werkt altijd hetzelfde op. Dus kun je dan... Ja, laat ik zo zeggen, afhankelijk van wat een gebruiker wil, kunnen we daar natuurlijk allerlei functionaliteit op aanpassen. Wij kunnen gewoon letterlijk die code aanpassen. We kunnen de machine en de omgeving maken zoals die voor jou wenselijk is. Alleen in het geval van een aantal gevallen die wij nu zeg maar, voor een aantal relaties hebben deze configuratie hebben uitgeleverd, daar is met name de veiligheid van de persoon dermate dat zeg maar, de functionaliteit van het feit dat iemand geen bookmarks kan opslaan, is eigenlijk ondergeschikt aan zijn eigen veiligheid. Dus dan ruimen we dat gewoon op, dan zetten we dat dicht. Maar in principe doe je dat zeg maar niet op die werkplek, maar je doet dat bij een cloud oplossing van jouw werkgever. Je zorgt dat jij als persoon
als individu niet traceerbaar ben aan de uiteindelijke dataset. Hi, ik wil daar nog even op ingaan. Als je een cube start, dat is een VM, die start gewoon een VM op vanuit die template. Dus de gebruiker zou in principe de bookmarks in de template kunnen aanmaken. Dus de volgende keer wanneer je weer een VM start, dan haalt gewoon alles weer uit de template. Dan heb je weer je bookmarks. Ja, nee, het is zeker wel. Ja, ik heb een gebruiker die... Ben ik dan? Die zo'n werkstation gebruikt. En hij is in het veld en hij heeft zijn telefoon bij zich. Hebben jullie dan ook niet bepaalde requirements aan de telefoon, wat hij met die telefoon te volgen is? Ja, goede vraag. Kijk, de uitdaging is afhankelijk van wie waar zit en wat moet kunnen doen. Dus je gaat hier niet, kijk, gebruikersgemak is hier niet de prioriteit. Veiligheid is hier de prioriteit. Dus op het moment dat iemand naar China gaat, die moet je een burner telefoon meegeven. Daar kunnen we CVS, dat is onder andere gebaseerd op Security Onion, wat ik net al vertelde. Daar zetten we een Bazoo agent op, die kijkt mee op de omgeving, maar ook op de periferie van de hardware. Het moment dat je dan terugkomt uit China, de eerste beste prullenbak die je tegenkomt, dan gooi je dat ding in. Die wil je niet. Je moet dat soort oplossingen niet. Je wil die werkplek dan niet mee terug je kantooromgeving in hebben. Je niet zomaar in de prullenbak gooien. Dat heb je een goed punt. Die lever je dus chemisch verantwoord bij een disposable unit in, maar bij wijze van spreken. Dus je moet kijken wat wil je met die hardware en heb je die per se nodig. Op het moment dat iemand uit China terugkomt, gaat hij bij ons het lab in en dan keren we die machine binnenstebuiten. Dat vinden we heel interessant. Ik vind het heel interessant om te kijken wat die mensen daar overigens mee doen. Firefox staan. Firefox. Ja. En ik denk aan een cache. En als je op het kruisje klikt, wordt alles gewist. Ja. Maar iets met files weggooien, dan is alleen maar een ino wissen. Dan moet je ook de blokken wissen. En dan niet één keer, maar 7 keer. Ja. SSD's, dan moet je ook weten wat voor technologie erin zit. Klopt. Omdat je echt alle bits die erin zouden kunnen zitten, echt hebben overschreven. Daar zorgen wij voor dat op een veilige manier gaat. Dus kijk, de uitdaging waar wij, en dat geldt denk ik voor meer bedrijven die in security bezig zijn, de uitdaging waar wij mee zitten is dat, als je kijkt naar CFANS, onze SOC-SIEM oplossing, dit is serieus technisch complex. Dit is graaf in hexadecimale code, dit is begrijpen hoe het werkt en hoe het en dus ook hoe het misbruikt kunnen worden. Dus wij vallen ook onze eigen systemen aan, wij vallen die werkplek aan, we proberen het ook expres te slopen. Hè. De Logbit 3.0 beeldencode werd gehackt. We hebben er meteen op losgelaten. Laat maar zien wat die machine kan. Dus je moet de techniek begrijpen, wil je daar een oplossing voor kunnen bieden. Op basis waarvan ik kan zeggen van, geachte meneer of mevrouw, u gaat naar Moskou. Neem dat ding gerust mee. Dit gaat goed. Hè, dus we hebben zo'n werkplek hebben we laten gebruiken door een collega. En vervolgens hebben we aan een extern bedrijf gezegd, hier heb je het wachtwoord, pentest dat maar. We willen weten wat er aan data op zit. Maar als je de techniek erachter niet begrijpt, kan je nooit een veilige oplossing realiseren. Wij zijn niet de enige, maar wij adverteren wel met de slogan, security is built in, not bolted on. Je zal erin door moeten gaan, je zal moeten nadenken vanuit het perspectief van een hacker. De situatie waar we nu met z'n allen in zitten is anders dan de afgelopen 2-3 jaar waarbij we zeg maar meer of meer een traditionele castle mode netwerkinfrastructuur neergezet hebben. Maar geldt ook voor root wachtwoorden die even in een applicatie gezet wordt, want het is even wat makkelijker bij compilen. Dat klopt op zich wel, maar ik ben benieuwd hoeveel mensen ook dan die route weer weghalen op het moment dat die in operatie
gaat. Dus het puur, zeg maar, het gebruikersgemak, we hebben het zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt. Maar dat betekent dat als wij zeggen van als je op kruisje klikt, ruim je daarna alles op, dan trappen wij een script af, wat ook zorgt dat, nou, hè, wat jij onder andere afgeeft, dat die hele reeks opgeruimd wordt. Beantwoord dat je vraag? Nog één vraag. Ik weet niet of we te diep op de techniek in kunnen gaan, maar bij het afsluiten van VM dan schrijft de Cube zelf de memory allocatie en de allocatie op de harde schijf wordt dat overgeschreven. Mijn vraag is eigenlijk, wat doet de script van jullie nog meer naast dat? Ik kan er niet in al te veel detail op ingaan, maar wat het eigenlijk doet is dat het bijhoudt of alle wijzigingen, alle registry wijzigingen en dergelijke, ook de syslog die in de interne file zit. Dus als ik vandaag op die machine aan het werk ben geweest, ik klik op het kruisje, dan mag er van vandaag niets meer terug te vinden zijn. Dus eigenlijk moet je het zien, een beetje vergelijkbaar met een soort mandatory profile. Zeker op het moment dat je die machine opnieuw opstart, krijg je gewoon een compleet schone machine. Hij is dan gewoon iedere keer vers. Een soort kiosk modus. Ja? Dus, dat doet ook wel een beetje denken aan een live CD of live USB. Ja. Toch, dan heb je hou ook niks over. Nee, precies. Nou, dus ik bedoel, ik sta hier ook niet om te vertellen dat ik het wiel heb uitgevonden of dat wij het wiel hebben uitgevonden. Nee, ik ben ondertussen loop al een tijdje mee in deze ellende, wou ik bijna zeggen. Maar, veel van die oude technieken die hergebruiken we nu, weer. Alleen vroeger gebruikten we die technieken omdat we weinig hardwarematige resources hadden. De processor stelt niet zoveel voor het geheugen. En de harde schijf was ook niet zoveel. En nu gebruiken we diezelfde technieken eigenlijk om de omgeving veiliger te maken, zodat zodat de gebruiker en het IP van jullie organisatie beter beschermd wordt. Maar het is specialistisch werk. Het is niet iets wat je even op een CD zet, USB zet en dan uitrolt en dan denkt van, nou jongens, het komt allemaal wel goed. Daar is echt meer voor nodig. Oké, dankjewel voor deze presentatie. Dankjewel.